Welkom bij het Lingewaards Nieuws. Na vele tientallen jaren beeldbepalend zijn geweest voor het centrum van Huissen is het nu toch echt zover. De laatste resten van de voormalige Aloysiusschool zijn gesloopt. Stelt u zich eens voor, u wilt graag fietsen, maar door een fysieke beperking lukt dat niet meer zo goed. Daarom organiseerde Uniek Sporten Lingewaard in samenwerking met Lingewaard in Beweging een voorlichtingsmiddag bij een rijwielhandelaar in Lingewaard, waar mensen advies konden krijgen hoe zij toch kunnen blijven fietsen. Lage instap met voorwielaandrijving. Oké. Okay. Gezien mijn aandoening zit ik te overwegen om een fiets van Ram, zo'n lichtfiets, of een driewieler fiets eventueel te laten ombouwen. Okay. We staan hier vandaag bij de fietsenmaker in Lingewaard, waar mensen op initiatief van Uniek Sporten en Lingewaard in Beweging kennis kunnen maken met aangepaste fietsen, zodat ze hun leven lang kunnen blijven fietsen. Maar naar mij? Heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed, komt u maar, komt u maar, komt u maar. Komt u maar, rij maar. Oh, perfect. Dat waren de eerste 5 meter. Nou, vandaag hebben we een torbiedag georganiseerd bij Rijwielhuis Lingewaard. En op deze manier willen we mensen eigenlijk kennis laten maken met ons product. We willen ervoor zorgen dat de mensen die willen blijven fietsen, kunnen blijven fietsen. We geven hier vandaag voorlichting over hoe mensen kunnen leren fietsen op een aangepaste fiets. Maar ook wat de mogelijkheden daarin zijn. We doen dat met ons eigen product. Wij bouwen dus fietsen om tweewielers tot driewielers. En op deze manier kunnen mensen dus met behoud van hun eigen fiets toch genieten van de stabiliteit van een driewieler. Het product is eigenlijk een oplossing voor een heel grote groep mensen. Enerzijds kun je denken aan ouderen die door bijvoorbeeld disbalans niet meer op een tweewieler durven of kunnen fietsen. Maar daarnaast biedt ons product ook een oplossing voor mensen met bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel of Parkinson. Dat zijn dus allemaal mensen die om medische redenen niet meer kunnen fietsen. Maar je kunt ook denken aan mensen met een verstandelijke beperking. Een hele grote groep mensen die wij hopen langer mobiel te kunnen houden. Er zijn verschillende manieren om het product aan te schaffen. Enerzijds zou je het zelf kunnen kopen. Maar daarnaast is het ook mogelijk om via een vergoeding van de gemeente, via het PGB, persoonsgebonden budget, je fiets te laten ombouwen tot driewieler. Op deze manier krijg je eigenlijk de tegemoetkoming voor de aanschafprijs. Nou, wij proberen ervoor te zorgen dat voor, maar ook na de koop, mensen ondersteund worden met onder andere fietsles. Dus wat we doen is dat we samenwerking hebben met diverse ergotherapeuten. Nou, voordat mensen dus een fiets aanschaffen, kunnen ze via ergotherapeut fietsles krijgen. Maar ook daarna zorgen we ervoor dat die ergotherapeut eigenlijk mee wordt genomen in het proces. En zo krijgen mensen eigenlijk van voor tot verder na ondersteuning, zodat ze veilig en zelfstandig weer de weg op kunnen. Als mensen meer informatie willen, kunnen ze of contact nemen met de gemeente Lingewaard. Ze kunnen natuurlijk ook contact nemen met een ergotherapeut of met ons. Het lijkt heel makkelijk. Maar het ging echt heel goed.
Zaterdag onthulden wethouder Theo Jansen en beeldhouder André Bonen een informatiepaneel bij het nieuwe kunstwerk Fories in Loovelde. Het kunstwerk presenteert en verbeeldt de archeologische vondsten in Loovelde. Goedemiddag, welkom jongelui. Op deze mooie zonovergoten zaterdagmiddag op Loovelde in Huissen. En we staan hier op een hele bijzondere plaats. Want waar we hier staan namelijk, daar staat een kunstwerk achter ons. En dat wordt vandaag officieel onthuld, zeg maar. In gebruik genomen, laten we het zo noemen. En dat is een heel bijzonder kunstwerk. Dat kunstwerk is ontstaan dankzij een hele mooie interactie tussen bewoners, kunstadviescommissie, ontwikkelaar en de gemeente. De inwoners, vertegenwoordigd door het wijkplatform, die hebben een heel mooi initiatief daarvan gemaakt. En zeg maar een soort prijsvraag uitgeschreven. In samenspraak met de kunstadviescommissie. En er zijn vandaag twee leden van aanwezig, van die kunstadviescommissie en van het wijkplatform. Irene Loef is aanwezig en Mieke Bles, de voorzitter van de kunstadviescommissie, die is aanwezig. En die hebben dadelijk ook een rol met de onthulling. En de wijk die heeft gekozen, unaniem eigenlijk, nou ja, het is een beetje overtrokken. Ik wil zeggen, twee derde van de keuzes die viel op de kunstenaar André Bonen. Helaas is André vandaag niet aanwezig, want hij had anders nog heel een gloedvol betoog kunnen houden over het ontwerp en waarom dat het zo geworden is zoals het is geworden. Maar André is helaas geveld door corona, zoals velen van ons, en die moet helaas verstek gaan. Maar we hebben twee hele mooie plaatsvervangsters. En dat gaan we dadelijk gezamenlijk doen. Dus voor de kijkers thuis nog even, Mieke Bles, voorzitter van de kunst- en adviescommissie van de gemeente Lingewaard. En Irene Loef, die heel erg betrokken was. Een van de voorvechters, zeg maar, om te komen tot dit mooie, schitterende kunstwerk. Mag ik jullie uitnodigen om allebei een punt te pakken? Dan doe ik het aan deze kant. 1, 2, ja. Ja, dames en heren, hier staat het eigenlijk al op, hè? De naam van het kunstwerk, Fores. En de titel van het beeld Fores is Latijn voor twee vleugelige deur. Dit was het Lingewaards nieuws van deze week. U zult gemerkt hebben dat veel nieuws uit Huissen komt, maar wij willen graag de lokale omroep zijn voor alle woonkernen. De aanvoer van nieuws uit de kleine kernen valt erg tegen. Daarom nogmaals onze oproep. Heeft u nieuws te melden, hoe klein ook, geef dat door via info@omroeplingewaard.nl.